We spuiten even al die roetbanden eraf. Ja. Want dan loop je de hele boot onder. Maar een dekwasser? Een dekwasser, dat is die gele slang. Waar is die gele slang? Er is hier geen gele slang. Danny en Kiki waren vorig jaar nog dakloos. Op de Excelsior leert het jonge stel discipline en krijgen ze de rust om hun leven weer op te pakken. En dat was hard nodig, want ze komen van ver. Nou, die dag zag er niet echt mooi uit of zo. Niet mooi. Nee, het was typisch overleven. Het was ook in de winter, dus het was stervenskoud. Dus elke keer maar zorgen dat je eten hebt en dat je de dag doorkomt. En verder eigenlijk helemaal niks. Waar sliep je dan? Onder een brug. Hoe oud waren jullie toen? Ik was 17. Stichting De Wilde Vaart helpt jongeren met een afstand op de arbeidsmarkt door ze te laten wonen en werken op de Excelsior. Als hulpverlener kan je een aantal keren tegen jongeren iets zeggen. Of een spiegel voorhouden of zelf laten denken. En dan komt de slot hier binnen. En dan op een boot is de schipper voor iedereen. Als de schipper zegt je moet naar voren lopen, dan loop je naar voren toe. Je gaat niet eens in gesprek. De Excelsior is op weg naar een botenbeurs in Den Helder. Daar kan het stel op zoek naar een stage op een ander schip. Door het leven op de Excelsior durven ze weer naar de toekomst te kijken. Je kan vooruitkijken naar iets beters. Als je op straat staat en in de kou en je kan geen kant op, dan blijf je hangen. En zo blijf je in die cirkel zitten dat je nergens komt. Over 10 jaar, waar zijn jullie dan? Dan hoop ik mijn eigen huisje te hebben. Dirk die zegt tegen mij, over 10 jaar heb je je eigen schip. Zijn jullie dan nog samen? Ja, natuurlijk.